Meertje is dan uit de plank. En dan gaan we kijken naar Egbert Sittema, denk ik, favorietje in deze groep. Hij was als eerste plaats. Albert-Jan Oenhuis als tweede, maar die zit al pas op plek 4. Die heeft de start niet goed gekregen. Oh, Gressing in bocht 1. Daar gaat volgens mij iemand van de Heideklub onderuit. Dat zal zijn Willem Sandink of Egbert Sittema. Een van de twee. We gaan kijken wie we door gaan krijgen. Het is een mooi bord van het leven. Koen de Vries in ieder geval 2. Dan gaat Pim van den Bergen bijna af met de dubbel. En dan kijken we op de Vries kan. Eenvoudig zegt zich terug richting positie 2. Het is de 415 van het Egbert Sittema. Die dan op positie 1 rondrijdt. Dan waren we Robin Sands 5 in bocht 1. Geef hem een applaus als eerst langs Piet daar. Maar we hebben nog steeds de strijd vooraan. De strijd tussen Koen de Vries en Overland Eenvoudig voor plek 2. Maar na de B-finale van deze leeftijdscategorie Egbert Sittema.